onze wekelijkse vismarkt. Het ruikt al echt naar de Noordzee hier. Die heb ik voor je meegenomen. Oh, heerlijk. Echt waar. Ik heb deze week de schol voor je meegenomen en uiteraard ook de schoolfilet die erbij hoort. De schol is een ruitvormige vis samen met de bot en de schar. We hebben de groene zijde die we allemaal kennen met de oranje stippen, waar ook de ogen op zitten. En we hebben de witte zijde, oftewel de onderzijde, die aan de onderkant van de vis zit. Het grappige is, de schol wordt helemaal niet geboren als platvis. Hij wordt rondgeboren, als ik het goed heb. Hij wordt rondgeboren. Ja. En de eerste 6 weken van het feit dat hij rondvis is, zwemt hij dus ook met aan 2 kanten een oog door het water heen. Dat gaat na 6 weken gaat dat veranderen. En gaat het linkeroog naar de groene zijde toe en transformeert hij zich tot een platvis. De platvis heeft dus die gedaanteverwisseling en daarmee wordt het dus een bodemzwemmer. Als hij op de bodem leeft, leeft hij van wormen en weekdieren. Dat is een beetje zijn voedsel. Nou, waar komt dat nou veel voor? We hebben 1 gebied op de Noordzee, dat noemen we de Doggerbank. Dat is eigenlijk denk ik wel het meest voedselrijke gebied in de Noordzee. En daar paaien, schollen, scharren, kabeljauwen. En is voldoende voedsel voorradig voor alle vissen om mooi vol en sterk te worden. De windmolenparken zijn ook eigenlijk wel een beetje de kraamkamers van de Noordzee. Als we op zee zitten, kijken we er naar uit en dan denken we wat zonde. Ja, we hebben er genoeg staan in ieder geval. Nou ja, kijk, het is gebleken dat het toch ook een voordeel heeft. Want de vis, jonge vis, gaat tussen de blokken zitten en groeit beschermd op. Dus het is eigenlijk een soort kraamkamer die er ontstaat. Dat is een mooi voorbeeld. De schol is een vis die veel gevist wordt en ook heel veel geëxporteerd wordt. Het buitenland heeft hem pas geleden ontdekt en dat houdt in dat China en het oosten er erg veel vraag naar is. Laten we het zo zeggen, 20% van alle schollen gebruiken we zelf en de rest gaat nu al naar het buitenland. Heeft die export naar het buitenland ook invloed op de prijs voor ons? Op dit moment nog niet. We konden eigenlijk wel 2 jaar geleden zien dat die prijs omhoog ging, maar op dit moment is die vrij constant. Komt er een grote vraag naar het buitenland, dan gaat die natuurlijk uiteraard weer omhoog. Maar een constante prijs, dus goed te gebruiken op je menukaart. Hij is goed te gebruiken. En er komt nog bij, als je de viswijzer erbij pakt, dat hij van juni tot en met november goed in het seizoen zit en dat er geen kuit in zit. En voor jullie koks, erg belangrijk, ja. Een vis waar geen kuit in zit, een mooie stevige structuur, zorgt ervoor dat je iets moois ervan kan maken. Dus Jordi, wat heb je ervan gemaakt? Nou, je hebt een fantastisch mooi schoolfiletje voor me meegenomen. En ik denk, ik ga er een echte klassieker van maken. Sol à la Milanese. Klinkt wel heel goed. Klinkt heel goed, maar is echt te simpel voor woorden. Lekker bloemen, die filet. En daarna bakken in de roomboter en afblussen met een beetje citroensap. Ik heb er een lekker zalvig stampotje bij gemaakt op basis van kropsla. Een zomerstampotje. En mini-bospeten, lekker geglaseerd in de boter. Perfecte combinatie voor op het terras. Serveer er extra wat friet erbij en remouladesaus. En de zomer kan beginnen, want dat is eigenlijk het visje waarin je niet hoort. Een prachtige zomervis, gemaakt op de manier die Jordi eigenlijk net beschrijft. En ik denk dat je de zomer zo uit kan. Perfect, bedankt, tot de volgende keer jongens.